Van 3 tot 5 juni 2024 organiseert Staatsolie in Paramaribo de jaarvergadering van de New Producers for Sustainable Energy met meer dan 70 deelnemers uit 15 landen. De bijeenkomst richt zich op obstacles and incentives for gas monetization and emissions management en de energietransitie. Op 5 juni worden trainingen gegeven voor lokale instituten. De vergadering valt samen met de CEOGS om deelnemers bredere inzichten te bieden. Het doel is de capaciteitsversterking van de lidlanden. De Unie van Assertieve Vakbonden, UVAF, is tevreden met de beslissing van de arbeidsinspectie om het ontslag van OWAS-voorzitter Marciano Hellings aan te vechten en verwacht dat hij zijn werk kan hervatten. CEO Leo Brunswijk van EBS blijft echter bij het ontslag en wil naar de ontslagcommissie. UVAF ziet dit als schadelijk voor het staatsbedrijf en roept Brunswijk op om te stoppen met confrontaties en te focussen op verbetering. Ze vragen de president van Suriname om in te grijpen. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 1 juni tot 14 juni 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 28 SRD en 15 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 44 SRD en 15 cent worden betaald. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.